Zijn we weer op? opgeladen? Ik wel. Ik nog niet helemaal. Ik <laughs> moet nog een beetje op vakantie, maar het, uh, het, het, het opladen begint uh, langzaamaan te komen. Heb je wel een leuke zomer gehad. Jawel. Ja? Ja, lekker ja. veel op tv geweest. Ja, ja op, jou, op jouw fort gepast. Ja, hè? precies, ja. Ja, ja. we hebben veel over B&B gepraat, gaan ja. we zo meteen ook over kletsen, natuurlijk. Hoe was jouw zomer? Lekker. Uh, ik ben helemaal uitgerust. Ik had uh, vijf weken vrij. En uh, ja, het was heerlijk eigenlijk. Ik heb echt van genoten. Twee maar... weken Oostenrijk en daarna nog drie weken lekker thuis. En Turkije in de tussentijd natuurlijk. Turkije, <laughs> gaan we zo <laughs> nog even over iets zeggen. Hé, hey, we hebben een hoop gemist hè. Veel grote nieuwskoppen zagen er voorbij komen. Ja, zegt dat wel. Uh, Anna Nouchen, die deelt haar darmspoeling. Ja. <laughs> ja. Hoe hè? van B&B. Els, die scheurt uit haar bilnaad tijdens het paardrijden. En Douwe Bob, die tracteerde een oud vrouwtje op een broodje. Wat ik dan wel beter vind dan een uh, oud broodje tracteren aan een vrouwtje. Sowieso. Zo, dat is dan sowieso beter. Ja. Monika Geuze, die zocht een uh, personal assistant. Oh, wat moest hij doen? Ja, ja, Haar ja, verjaardagskalender bijhouden. Dat soort dingen, denk ik. Oh ja, dat is ja. wel belangrijk. Ja, Bart ja, Betty Brard, die had dus last van regen op Ibiza. Vreselijk afschuwelijk. Freek Vonk, die was zo high als een kanarie, liet hij weten. <laughs> ja, Louise Jansen, die deelde een vampire-facelift. Gerrit Ektom, die stond met zijn commercial op porno-sites. Dat is die ik-kom-reclame, die je overal voorbij ziet komen. Ja, en ene, Luc Iking, die ondergaat een haartransplantatie in Turkije? Ja. Vraagtekentje. <laughs> Dat zag ik ook. En jij hebt het ook even gedacht, volgens mij. Nou, ik dacht wel, waar is in vredesnaam je haar gebleven? Ja, nou, ik dacht vrij. Ik was, ik was op vrijdag, was ik vrij, uiteraard. Het was mijn laatste dag. Uh, en toen s'avonds was de kapper bij ons, we hebben zo'n thuiskappen. Ja, supergoed. En uh, ik zei: doe maar, uh, doe maar heel kort. Oh, echt heel kort, gewoon met de tondeuzen kort. Dus dat heeft ze gedaan en ze vond het zelf ook wel spannend. En uh, nou, toen was het echt heel kort. <laughs> ik vond het heerlijk. Simone moest best wel wennen. <laughs> en, uh, uh, maar goed, ja, na twee dagen ben je er zelf ook aan gewend. En uh, uh, toen op de helft van de vakantie heb ik nog een keer een fotootje of wat gepost. Van nou, ik heb vakantie, hier, hartstikke gezellig. Ik heb per ongeluk nog een tondeuze over mijn hoofd gehaald. En dat heeft Bob Wille van Mediocorantie ja. toen als aanleiding genomen. om daar een haartransplantatieverhaal van te maken. Wat ik echt heel grappig vond. En de Telegraaf, ja, die had dus een kop. En het was. Luc Eekink reageert op geruchten, dubbele punt... en dan tussen aanhalingstekens... haartransplantatie. Alsof ik dat dus zelf <lacht> zei. <lacht> maar het is natuurlijk helemaal niet zo. Ja, ik heb, maar ik heb allemaal aanbiedingen gekregen... van haartransplantatiebedrijven... die dat best aan mij willen aanbieden. En er waren allemaal nieuwe technieken en zo. Heel sympathiek, maar uh, nee, ik heb er geen behoefte ja, aan. Ik moet ook zeggen, ik, ik, uh, ik zag jou... en ik, ik vond het wel een Luc-move... om gewoon al je haar eraf te halen. Ja. En toen, die, toen dus inderdaad... Uh, een mediacourant over de haartransplantatie begon... toen ben ik wel gaan kijken ik van die harde puntjes in je ja, haar nou ja, zag voor de zekerheid. Ik kon het me niet voorstellen. Maar ik heb tussendoor ook nog met, met Leon, hè, onze, onze ja. eindrecteur hier, gesproken. En die zei, ja, ik, zat, ik moest ook even twijfelen. Ik twijfelde <laughs> ook al. Mensen begonnen echt te twijfelen. Ja, nee, ja, op zich, ja ik snap, het is natuurlijk echt enorm hilversum om, om... als je dan even niet op tv bent, dan meteen maar iets ja. aan jezelf te laten doen. Nou, ik ga nu geen namen noemen, maar we zijn, we zijn wel... als iemand bij Boulevard uh, twee weken kwijt geweest... die terugkwam met toch net iets andere neus. Ja. Dus ja... <laughs> Maar nou goed, het was, het, 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 ik ben niet in Turkije geweest, ook niet in Nederland. Er is geen haattransportatie En uh, ik, vind, ik heb het gewoon lekker kort. Ik ben er heel blij mee. <laughs> Laten we dan naar de, het actuele nieuws gaan. Zeker, mijn naam is King. Mijn naam is Rob Groosens. En dit is de BLVD Podcast. Ja, we hadden het al heel kort even over BNB vol liefde. Nou, heel Nederland is in de ban van ja. dat programma. En we worden. Gekidnapt eigenlijk ook door het programma, tenminste zo voelt het inmiddels wel een klein beetje. Als ze zo meteen uitgekeken zijn, dan hebben we dus 33 uur voor de buis gezeten. Ja, maar ik heb ook echt het gevoel, ik heb vijf weken opgetrokken met mijn kinderen uh, uh, op vakantie. Maar ik heb toch het gevoel dat ik Robert-Jan nog net iets beter ken <laughs> dan, dan die drie. Ja, ja, heb jij ook het gevoel dat je Arno nog beter kent? Nou, Arno ken ik wel, ja, ja ook, maar wel iets minder. Uh, daar heb ik dan weer minder band mee of zo. Is niet mijn favoriet uit het programma. Zal ik je vertellen? Ik heb die 33 uur voor mezelf een beetje weten in te perken. Door op een gegeven moment Arno door te ja, hebt hem door. Vond je het te saai? Ja. ja? Ik, heb wel, ik moet zeggen, ik viel dan. Uh, wat was het gisteravond, volgens mij? Dat die, uh, dat, dat, dat die Niels een, een home gym had gebouwd ja. met, uh, met, met een emmer met puin en zo. Dat vond ik dan nog wel, wel geestig. Maar ja, er is zoveel vreselijk saais bij uit bij Arno de hele tijd. Ja, maar ik, ik vond dat hij op een gegeven moment zo onaardig deed. Want toen kwam die ene man kwam langs die maar twee dagen is ja, geweest. Simon, maar omdat ja. hij dus al een beetje verliefd was op nieuws heeft hij hem ook gewoon geen blikwaardig gekund ja. en toen dacht ik nou dat is ook niet echt heel simpel nee dat was heel A zo. Dat, dat je merkte dat Simon inderdaad wel een gesprekje wilde aanknopen en ja. dat, uh, dat 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 Arno er gewoon geen zin in heeft en die gaat ook echt, volgens mij gaat die best wel een beetje naast zijn schoenen lopen ja. die, die, die voelt zich echt gewoon Joek Hefner in het in de Playboy <laughs> Mansion ja want de komende, komt er weer iemand en denkt ja nou, maar ja. ik heb toch ik heb hem al dus je moet wel heel goed je best doen je. Ja. Um, ik vond wel uh, het is wel een briljante casting de, uh, alle mensen bij elkaar. Die Albert, uh, Thijs, ja. fantastisch. Uh, maar ook Anja. Het zijn allemaal hele unieke personages eigenlijk. Het lijkt wel als je... Ik zag Tina Nijkamp, die zei... Het is een soort theaterstuk waar je naar kijkt. En dat is ja. dat, zo voelt dat ja. ook wel, hè, vind ik. Ja, improvisatietheater. Ja, ja, eigenlijk wel, ja. Waar ja. heb jij je mee bezig gehouden dit seizoen? En geef ons eens wat, wat observaties. Nou, ik heb wel wat, wat dingen... Ik kan ze niet helemaal hard maken... Maar ik wil ze wel even tegen je aanhouden. Ja? 1. Ik denk dat als Noor op de plek van Kia was binnengekomen bij Mike in Spanje. Kia was nummer. Kia die zit, er, zit er nu. Ja, 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 ja. ja. En al, ik denk dat als dus Noor nu was binnengekomen, ja. dan waren Noor en Mike tot hun dood bij elkaar geweest. Hè, maar hoe zo dan? Nou, omdat Noor helemaal aan het begin kwam. Ja. En dan is alles nieuw en spannend. En dan komt er een nieuwe vrouw bij. En dan moet je verhouden tot die nieuwe situatie. En allemaal camera's. En die Mike, die is sowieso zo introvert als ik weet niet wat. Ja. Dus die was er gewoon op een gegeven moment klaar mee. Die heeft toen uh, op een gegeven moment uh, Noor naar huis ging, heeft die Birte ook naar ja, huis gestuurd. Meteen. Ja. Om gewoon rust te hebben. En toen kwam uh, Kia als eerste. En je zag van hé, hey, daar is een, een opgeladen man die gewoon nu weet hoe het programma werkt. Ja. Hoe, dat, de, hoe, ja, de, hoe dat gaat met die camera's eromheen. En nu is het ineens leuk. En die Kia is hartstikke leuk. Maar volgens mij past die Noor nog beter. Ja, dat is dus gewoon? Ja, die hadden het gewoon. Uh, die hadden elkaar nooit van hun leven meer losgelaten. Ik dacht eerst dat is een soort uh, vakantieliefde wat uh, Noor en Mike hebben. Maar ik denk toch dat uh, ik denk dat zij toch heel goed bij elkaar passen. Ja, ze ja. kunnen elkaar aan, denk ik. Ja, ja, ja. God, dat zou wel jammer zijn dat ze daardoor de grote liefde zijn misgelopen, omdat uh, de, de planning van B&B ja. gewoon verkeerd is gegaan. Ja, vanwege het vorm het boekje. <laughs> ja, ja, zie je, ja, dat hoort er ook bij. Ja. Ja, ja. Heb je, wil je nog, nog een ja, van ja, mij of graag. wil jij eerst? Nou, nee, doe jij maar die Oké. Okay. Ik denk dat Albert alcoholist is. Ja? Ja. Ja, dat kun je nou natuurlijk eigenlijk niet zeggen. Nee. Dus dit wordt een smaatzaak. <laughs> maar. <laughs> Als je ziet dat Albert hier een paar keer volgens mij aan het ontbijt, in ieder geval één keer aan het ontbijt, met een grote zwarte zonnebril opgezeten. Ja. Toen dacht ik, die moet wat verbergen hier. En je ziet in zijn gedrag ook, naarmate de dag vordert, hoe later het wordt, hoe onaardiger hij wordt. Ja, lomp, lompe, hè? Ja, Echt een lompe gast kan ja. het zijn, inderdaad. Ja, hoe hij nou bijna die vrouw in de auto als ze weg moeten. Ja. Je, ga maar weg, ga maar weg, ga maar. Dus uh, dat, is, dat is mijn uh, niet heel aardige uh, en ook niet, niet te verifiëren theorie over Albert. Nee, maar goed, je kijkt de... Het programma, je mag er van alles van vinden natuurlijk. Dat is geen probleem. Dat, uh, dat hoopte ik inderdaad. Ja. Um, ik heb een observatie over Thijs. Uh, ik zou daar best wel eens een keertje willen kamperen. Volgens mij is dat hartstikke leuk op dat park waar hij of een park die, die die omgeving waar hij zit. En dan natuurlijk in de winter dat je lekker in je eentje zit. Ja, nou ik dacht eerst, hey, als je het ziet, denk je: Jeetje, wat is dit? Die oude kervens die daar staan en die busjes en zo. Maar volgens mij is dat heel. Relax daar en, en, en natuur en die oude man waarvan ik de naam nog steeds niet weet. Die Ruben Rond, met die baard. Ja, Ruben is het gewoon. Ja. daar dat, Ja, dat vind ik echt. Ik, het lijkt me even heerlijk om daar, om daar ons bedrijfsuitje te hebben. Gewoon. Ja, ja. Ja, dat lijkt me echt leuk. Ja, ik moet zeggen, ik had voor het seizoen zijn, zijn website bekeken. En toen dacht ik ook van, nou, daar, daar zou ik mijn tentje ook wel willen opzetten. Maar ik, ik vind hem wel ja, bijzonder, heel bijzonder. Bijzonderder dan ik had gedacht. Ja, oh, ik, ik, vind ik, ben echt, ik ben echt wel gesteld geraakt op hem. Ik vond het begin mooi, maar nu ja, zijn uitspraken. En het wordt allemaal wat. Wat, wat botter en wat ja. uh, misschien wat minder, uh, minder... Hij gaat natuurlijk ook precies zo met vrouwen om... zoals jij dat zelf ook doet, <laughs> Ja, het is niet helemaal... het, <laughs> het matcht niet helemaal. Dat is niet heel erg 2024 allemaal... maar dat vind ik juist ook wel heel erg leuk. Gewoon, hij is wel echt ja. heel erg zichzelf. Dus ja. dat, uh, nee, ik, vind het leuk, ik vind het een leuke vent. Ja. Had jij gezien dat toen Yvonne dat gedicht voordroeg... dat toen Ruben daarnaast zat... dat uh, uh, Yvonne die gaat dan weg... en die, die, die draagt een gedicht voor... En uh, ja, dan, dan draait de camera en dan zie je dus <laughs> Ruben daar weer op twee meter afstand Stoïcijns ja. op zijn telefoon kijken. <laughs> <laughs> die hoorde daar helemaal niet. Ja, maar die loopt daar ook de hele tijd. <laughs> ja. Ik begrijp het niet. Hij is gewoon een vriend, maar hij is daar ook de hele tijd. En hij zit daar continu de kip te bakken. Ja, en de tafeltje is nu schoon. Ja, ja. Dus dat is ook mooi nu, ja, meegenomen. Het is nu, mee, het is nu ja. een lapje overheen gegaan. Ja. 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 Zal ik mijn laatste ja, observatie met je ja. delen? Ja. Die Peter die bij Iris uh, nu zit ja. en, uh, en dat, dat, dat gaat helemaal fantastisch. Ik denk dat dat een seriemoordenaar is. <laughs> Jij dacht dat Albert een smaatzaak zou worden. <lacht> <lacht> ja, maar dit weet ik zeker. Ja. Dit, dit, de, je gaat de rechter maar gelijk in geven. <laughs> ik vertrouw die vent voor geen meter. Maar denk je niet gewoon dat hij de BB wil afpakken? Uh, ja, Wie gaat daar van ja. de BB, denk ja. ik. Ja. Ja. ja, maar het is echt, het geeft mij talented Mr. Ripley uh, gevoel. Dat is dat boek van Patricia Highsmith. Dat ja. uh, nu laatst weer met, weet uh, je, Andrew Scott. Heet ja, helemaal ook, in Is he? wat wit is precies uh, ja. uh, is verfilmd. En dat is een, een, een jongen die gewoon zich sociaal goed weet aan te passen om zich in te vechten in milieus. En dan uiteindelijk met, uh, met, met de hoofdprijs naar huis gaat. Peter, die weet precies wat Iris leuk vindt. Ja. En weet hem moet dus zeggen. los te bij, uh, bij, bij Jan. Dat ja. vind ik echt ongelooflijk. Ja. Ja, ik dat vond ik zo mooi stel. Ja. Ik weet niet of het echt een liefdesstel was, maar wel. Uh, maar toch weet hij uh, hij haalt los te weken bij hem. Ja. Zielig. Ja, dat vind ik ook. Ja. Ja. Um, mijn laatste observatie is dat Anja het toch ook wel een klein beetje aan zichzelf te wijten heeft dat die mannen allemaal uh, zo uh, dat ingetogen ben al zijn. ben ik wel met je eens. Want ik, ik vind Anja een leuke vrouw. Maar zij reageert wel. Zij praat wel met die mannen alsof het gewoon kleuters zijn. Ja. En, uh, en als ze dan iets doen. Als Peter dan koffie zet, dan. Zo, Peter, heb je koffie gezet? <laughs> dat is wel dat je oké, okay, oké, okay, ik zet nog geen koffie meer, want ik krijgen we meteen iets van te horen. Dus, ja, uh... ze, ze is mega oordelend. Ja. In, in alles wat je zegt, voelt ze dat ze er wat van vindt. En dat, wat ze ervan vindt, dat zegt ze dan vaak niet. Maar ja, ik, ik denk niet dat als je daar in huis zit, dat je je heel erg vrij voelt. Nee, nee. Tenzij je een plaat voor de kop hebt. Maar ja, dan is het wel ook heel snel afgelopen bij haar. Want ja, dan trapt ze er gewoon uit. Ja, maar uh, los daarvan vind ik de bril van um, hoe heet die man ook alweer? Ja, uh, ja, 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 nou? Ja, nou, ja, ja. Goed, dat is dat is wel dat dat gaat mij wel wat ver is. Ja. Dat, die van ja dat hoezo die keus? <lacht> <Ja>. <lacht> Toch dat, dat, en dan vind ik eigenlijk dat zou Anja nog even naar moeten vragen. Dat, want dan ben ik ik ben ervan overtuigd dat die man uiteindelijk weggaat. Maar zo, voordat dat gebeurt, wil ik wel graag even weten waarom de keus is gevallen op die groene bril. Ja, ja, ja. Nou, goed. Poeh. Wat een programma, hè? Nog een paar weken te gaan. Ik had het net over gekidnapt, omdat je... Ja, je moet het afkijken. Maar het is ook wel als het klaar is, dat je denkt van... Hé, hé, hebben we ook weer gehad, dat gevoel. Ja, ja precies. En wat dat betreft hoop ik dat, uh, dat, dat iedereen toch wel wat leert van afgelopen seizoen. En stiekem denk ik, ja, afgelopen seizoen was zo geniaal. Daar gaat dit seizoen, wat er ook nog mogen gebeuren, gewoon niet meer overheen. En daar hebben we onder andere dan Debbie en Paul aan overgehouden. Mm, ja. Ben ik helemaal klaar mee? Ja, die hoef ik niet meer op televisie te zien. <laughs> het was leuk dat ze erin zaten, enorm van genoten, maar dan is het ook gewoon klaar. Ja, precies. Ja. Het is als het programma is afgelopen, dan is het afgelopen. Dan willen ze graag nog zien bij de televisiering. Precies. Uh, en in de aanloop daarvan misschien, en dan is het gewoon op naar nieuwe mensen. Precies. Zoals dus Joop, Joop's Roast, heb je het meegekregen? Uh, die koffiebo koffiebonen ja, van. Ja, heel goed. Ja. Ja. Ah, dat hoeft niet, hè? Nee, nee. nee. gaan we boycotten. <laughs> ja, Joop. <laughs> ja. Goed, we gaan naar de wat kortere nieuwtjes. Uh, belangrijk nieuws voor Duitse Kroes. Het stond in de Vogue. Ja, het was een prachtig interview. Duitse Kroes is namelijk weer terug in de fashion scene. Uh, ik weet dat jij ook wel uh, redelijk de, 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 ja, de situatie rondom Duitse Kroes hebt gevolgd Zeker de afgelopen weten. jaren. Ja. Dat begon eigenlijk bij de corona. Zij vond het vreselijk. Iedereen vond dat vreselijk. Maar ja, hij heeft zich daar toch behoorlijk uh, uitgesproken over allerlei theorieën en zo, hoe het allemaal zat. En nu uh, heeft ze gezegd uh, in de Voke dat, dat dat weer voorbij is. En ze uh, stoot zich daar. Ze noemt het een beetje een soort puberteit, wat ze heeft gehad. En ze heeft zich nu uh, daar nog eens op teruggekeken, gereflecteerd. En uh, is nu weer de oude vertrouwde Doudse zoals we haar kenden voor 2019. Ja. ja, apart ook hè? Ik vond het wel een mooi interview. Ja, ja om de, uh, omdat er toch wel wat zelf zelfreflectie uh, in zit. Ja. En, en, en ten dele ontbreekt die ook. Dus ja, ze, ze, ze heeft natuurlijk in de hoek gezeten. Ze zegt van nou ja, ik ben niet helemaal tegen, het, uh, teg, tegen de gezondheidszorg. En niet helemaal tegen farmaceuten. Maar ik vind wel dat je daar kritische vragen bij mag stellen. En dan zegt ze, het was in de, in de coronatijd. Of je was uh, uh, voor de maatregelen. Of je was gek. Terwijl ja, volgens mij voelden wij het juist een beetje andersom. Dat ja. de Wappie zoiets hadden van. Als je uh, uh, je laat vaccineren. Dan ben je een, een, een puppet van het grootste. Systeem ja, precies. En dan ben je van de Dweft. Terwijl wij zoiets hadden van: ja, wij hebben ook wel onze bezwaren. Ja. Maar ja, wij willen gewoon dat die pandemie zo snel mogelijk. Ja, je streeft een is. beetje de kwade tegen elkaar ja. weg en dit blijft uiteindelijk over, inderdaad. Ja, maar dat was ze. Zij geeft nu ook aan in het interview: ja, ik wil niet meer meewerken aan de verdeeldheid. Dat vond ik eigenlijk wel mooi ja. van haar. Ja. Maar het was wel beter geweest als ze deze houding ook had gehad binnen die coronacrisis. dat ja. ze denk ik. Uh, uh, ja, misschien daarin mensen wel meegenomen. Het is een heel fijne, gematigde toon wat ze nu aanslaat ja, eigenlijk. Ja. Ja. Ik miste wel twee dingen in dat interview. Ja? Eén, ze heeft het daarin uitgebreid over haar natuurvijver. Ja, dan had ik toch op zijn minst een foto in de natuurvijver willen zien. Ja. En dat had gewoon niks, niks verder te zien. Maar gewoon het idee van douwt ze in haar eigen vijvertje tussen de kikkerdril. Ik vond dat een heel grappig idee, maar die kans hebben ze laten liggen. Zonde. En uh, het gaat over, over hoe gevoelig zij is voor spanningen. Ja. En toen dacht ik, dit is het perfecte moment om te vragen... wat nou de situatie rondom haar zwager, die natuurlijk ja. voor verkrachting veroordeeld is... en meteen is vastgezet omdat ze bang waren dat hij anders naar Afrika... Afrika zo vluchten. Wat dat nou met de familie Kroes heeft gedaan? Ik denk dat ze daar afspraken over hebben gemaakt. Dat dat, dat die vraag niet gesteld wordt. Dat moet idee worden. had ik. Dat inderdaad. vermoed ik, hoor. Ja. Want uh, je hoort daar nooit iets over. Er wordt nooit iets over gevraagd. Ja, ik denk. Ik heb het idee dat uh, de hele familie het letterlijk uitzit en uh, ja. dat de man vrijkomt over een jaar of. Vier of zes, hoe lang moet je nu niet zitten? Meer. Best lang niet. Ja, en, ja. Uh, en dat dan uh, of uh, geëmigreerd wordt, of, uh, uh, of gewoon de draad weer wordt opgepakt. Ja, dat ja. is gewoon echt gewoon alles in. Uh, maar het, is wel, het, is wel, het lijkt mij wel een hele vreemde situatie ja. binnen de familie. Ja. Heel ik heb apart. ook wel die, die hele familie Kroes is zo nuchter, als ik weet niet wat. En ik heb ook wel horen fluisteren vanuit het gooi dat uh, dat dus uh, die, die familie ook gewoon tegen Rens, uh, de zus van Duits, natuurlijk heeft gezegd: van ja, ga weg bij die, uh, bij die gek. Ja. Maar ja, als zij van hem houdt en, en niet bij hem weg wil, ja. Ja, je, gaat, je gaat iemand natuurlijk niet dwingen. Nee, dat kan niet, inderdaad. En ja. het is ook de vader van je kind, geloof ik. Ja, 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 ja. ja zeker. Dus ja. Uh, dat is natuurlijk ook hartstikke moeilijk. Maar het lijkt mij. Pff, ja, jeetje, als je partner uh, zes jaar in de gevangenis zit voor verkrachting. Nou, ja. dat is nogal wat. Maar ja. goed, dat staat er allemaal niet in. Dat staat maar welkom er niet terug, Doudse. Dan hebben we zangeres Lily Allen. Die vertelde in haar podcast dat ze haar nieuwe puppy heeft teruggebracht naar het asiel. Nadat het hondje haar paspoort had opgegeten en niet goed luisterde. En uh, die hond, die had, het was een zwarte labrador trouwens, voor de geïnteresseerden. Die had wel weer binnen een dag een nieuw onderkomen. Maar er waren dus heel veel luisteraars woedend. Ja. <laughs> omdat ze dus zo makkelijk een, haar, haar hondje ja, afdankte. Ja, ja. Ja. Ik denk dat jij de luisteraars ook wel een beetje begrijpt daarin, toch? Nou, nou ja, op zich wel. Want het is, ik vind als je een dier neemt, dan neem je een dier uh, voor het leven van het dier. Ja. Want dat, ja, daar kies je voor. Dus dan moet je ervoor zorgen. Uh, ik heb ook die podcast geluisterd. Dat is een leuke podcast van de BBC. Die is gemaakt met een vriendin van haar. En uh, zij is weer helemaal terug en Ellen door die podcast. Maar zij zegt hierin, ja, dat is eigenlijk de druppel. Die, 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 die puppy, die, uh, ja, die konden zij gewoon niet managen. En uiteindelijk, helemaal aan het einde van de rit... at die puppy dus de paspoorten op van haar en de kinderen. En dan, dat is de keuze geweest om de puppy terug te sturen. Ja, ik denk dan, je had dan misschien toch een puppycursus moeten doen... of iets dergelijks, dat was misschien beter geweest. En dat in combinatie met het nieuwtje dat ze zegt... ja, we willen misschien toch weer een nieuwe hond... Ja, heeft een vlammetje aangewakkerd bij de luisteraar. Ja, ze krijgt allemaal shit over zich heen. En uh, ja, dat, nou, je weet hoe dat gaat. Je ja. krijgt dat vaak vanzelf ook natuurlijk. Maar uh, dat, dat gebeurt dan. Mensen waren woedend op haar. Uh, dat is, als je het hebt over dieren, worden mensen gek. Ja, dat ontsteekt echt een, 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 een woede. Nou, dat is bij haar ook gebeurd. Ja. Maar goed, uh, ik heb niet het idee dat ze zich erdoor laat uh, weerhouden. En uh, ze blijft haar verhalen vertellen. Het is een leuke podcast hoor, wat ze heeft. Echt leuk. Dat nou, wat goed. Ja. ja, ik heb nog geprobeerd om dat hondje te, te bemachtigen. Want ik dacht, als dat hondje dus een la eerst met een sleuteltje open kan maken. En dan daar de paspoorten uit kan halen <laughs> ja. en die opeten. Dan kan ik daar vast heel veel geld aan verdienen. Maar ja. helaas. Ja, dat was, ja, was helaas binnen een dag alweer. Uh, ja. Zou jij een hond willen hebben? ik zou ik heel leuk vinden ja echt ja ja ik heb altijd een hond gewild maar mijn mijn vader heeft uh, al, is allergisch voor huisstofmeid. dus ja. die had zoiets van mij niet bellen ja ja en en wij zijn allebei uh, de hele dag aan het werk en ja. ik vind het dan ook zo stom om een om een hond te hebben en daar niet voor te kunnen zorgen maar we hebben wel eens een maand een uh, een, een een Griekse zwerfhond uh, gehad die moest dan overbruggen totdat hij naar zijn uh, uiteindelijke baasje kon oh ja en uh, dus ja we hebben een maand een hond gehad Billy oh. en die zit nu uh, ergens bij uh, bij breda in een uh, mooie met een grote tuin, lekker paspoort dus, op te eten. Uh, ja, precies. <laughs> ja, nou, het is leuk hoor. Lekker wandelen met de hond elke dag. Je komt wel in je pasjes, in ieder geval. Ja, 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 ja. Goed. Rutte, die is natuurlijk gestopt als premier. En uh, er komt een hele bijzondere documentaire op Videoland vanaf 4 september. Die heet Rutte. Ja. Goede titel. En uh, jij hebt hem al gezien, hè? De eerste aflevering, ik ook trouwens. Maar ja. vraag nu aan jou. <laughs> ja, de, de eerste van de twee. Uh, gemaakt door Leonard Ornstein, die achter de schermen werkt bij onder andere Buithof. Ook een mooi boek heeft geschreven, trouwens. Kleine tip voor de politiek geïnteresseerde luisteraar over Pim Fortuyn. Oké. Okay. En een hele leuke man die, een, uh, die, die ja, heel dichtbij heeft mogen komen. Onder andere uh, bij een gesprek uh, mogen meeluisteren met uh, de, de Oekraïnse president Zelensky. Ja. Nou, nee. Aan dat Zelensky daarvan wist toen dat werd werd opgenomen. En, uh, maar ja, je komt, je komt veel dichter bij Mark Rutte dan ja, dan wij ooit zijn geweest. Ja. En wat ik dus heel leuk vond, we zitten natuurlijk allemaal met de vraag van die Rutte die we, hey hoi en gaaf ja. en dat allemaal zien ja. zeggen. Is, is dat nou, ja, is, is dat echt Rutte? En dan zie je dus zijn vrienden van, van de, de basisschool nog zeggen, ja, dat is echt Rutte. Want zo kennen we hem ook. Ja. Alleen wij hebben ook het idee dat we hem niet helemaal kennen. Ja. Rutte. Het is een boek waarvan de eerste 25 pagina's ontbreken. Ja, mooie quote is dat. Ja. Hè? Ja, ja, ja. Ik vond het ook mooi dat een van die vrienden zei... Um, als je met hem uit eten gaat, dan moet je ervoor oppassen... dat je de volgende keer dat je gaat uit eten met hem... niet naar hetzelfde restaurant gaat. Want dan ziet hij het als een traditie en dan moet het elk jaar. Ja. Dat vond ik ook mooi. Dat is natuurlijk een man die allerlei gewoontes aan zichzelf probeert te plakken... Uh, en zo door het leven ja. gaat. En als hij ergens is, uh, dan moet er koffie gedronken worden... en dan moet daar langs gegaan en elke dag op de fiets... elke dag hetzelfde rondje, elke dag hetzelfde zaakje... Ja. Hij heeft hij denk ik zo vreselijk veel van dat soort gewoontes. Dat al die vrienden, vrienden die bewegen me met hem mee. Ja. Want anders is het geen leven met hem ja. natuurlijk. Ja. Ik moet zeggen dat ik dat, dat ook wel een beetje herken hoor. O, ja? Ik vind het ook wel lekker. Er zit een mooie scène in dat hij dan eigenlijk tegen Jart Kelder is gemonteerd over hoe ze dan in Oostenrijk gaan, uh, gaan skiën. Ja, ja. En dat, dat Jart Kelder zegt: van, ja, Weer naar dat stomme kaas van du ding. Ja. En Rutte he, weer naar dat is zo makkelijk. Je ja, ja. niet <laughs> na te denken over waar we. En de rest heeft allemaal zoiets van laat, maar deze oorlog die gaan we toch niet meer. Ja, iedereen gaat daar met hem skiën. Ja. Elke dag naar hetzelfde restaurant, de eerste en de tweede en de derde dag. Alleen omdat premier Rutte dat ja. wilde. Ja, dat was wel mooi. Ja, ik vind het mooi. En ik vind het ook leuk dat je. Het is een goed moment. Het is natuurlijk ook een logisch moment om dat nu te doen. Um, maar zo precies tussen zijn oude baan en zijn nieuwe baan als chef van de NAVO in. Ja. Uh, leren we hem toch nog een beetje, ja. uh, een beetje kennen. Ja. Er zat één uh, wat kritische noot in over hem. Uh, wat was ja, naar gaan. de driftbuien? Oh, de, nou, dat hebben we nog niet gezien. Ja, dat, uh, er zijn meerdere mensen die, die dan zeggen, van, nou, er is, de, als je zegt, er is, wel een is een telefoon door de kamer gegaan. Ja. Ik dacht, van, nou, ik snap ineens waarom uh, Rutte een Nokia hadden Die, die kunnen <laughs> natuurlijk niet kapot. Die kunnen daar wel tegen. En uh, Jan Driessen, de communicatiestratege, die had het over stoelen volgens mij, die uh, door de kamer gingen. En uh, uh, van de week zat Halbe Zelstra bij Barlaat. Gaan ja. het zo uh, nog eventjes over hebben. En die had het ook over de driftbuien van Mark Rutte. En ik, uh, uh, ik kende die verhalen wel. Ik heb het zelf ook wel eens tussen neus en lippen doorgezegd. maar dat is altijd een beetje stilgevallen. En ik, ik had ik, nu voelt iedereen zich vrij, lijkt het om daar dan toch wat over te zeggen. Ja. En tegelijkertijd had ik het idee dat al die mensen die daar zitten, die zijn goed met Mark Rutte. Ik dacht, is dit niet ook de geniale Rutte die als damage control heeft gedacht... Ik ga aan het eind van mijn premierschap, als dat niet meer het premierschap kan schaden... Ja. ga ik het naar buiten laten brengen alsof iedereen het altijd al wist. Ja. Dat als zometeen ik bij de NAVO zit en bij wijze van spreken uh, beeld, of uh, weet ik van welke krant... over die driftbuien begint, dat dat dan de woordvoer kan zeggen... oh, maar ja. dat is al lang bekend. Dat er al de, de, het eerste velletje al vanaf is gehaald, ja. Ja, dat ja, ja, ja. Ja, ja, zou kunnen. Nou ja, ik ken het verhalen ook wel, maar nooit meegemaakt, uiteraard. Maar nee, inderdaad, ja. dat werd altijd wel gezegd. Maar misschien um, denken, denken mensen ook oké okay, uh, dat die uh, too big to fall was uh, voorheen. Ja, en, precies. Ja, het heeft geen ja. niet veel zin om daarover te beginnen, ja. want dan krijg ik het weer terug. En dan, wat heb ik eraan? Maar nu die dat niet meer heeft. Uh, en is en mensen niet meer uh, die werkrelatie met hem hebben, dat ze daarom denken. Van nou, nu kan nu kan ik het wel zeggen, ja, precies. Dat zou ja. ook kunnen, natuurlijk. Ja, ja in, uh, in ieder geval groot contrast met hoe die op zijn eigen afscheidsfeest was. Hè? Heb ja, je het de, gezien? ja, op TikTok ging <laughs> dat weer rond. Ja, <laughs> ja, ja. ja. ja en hij, hij heeft uh, iedereen stond hem op te wachten. Dus hij heeft aan iedereen wel interviewtjes uh, gegeven. Dus er zijn allemaal verschillende interviews die eigenlijk allemaal hetzelfde zijn. Want ja, natuurlijk gaat het over: ja, hoe is het nou om geen premier meer te zijn? Ja, en dan zegt hij dus: Van nou, ik vind het heerlijk. En ik was er na 14 jaar. Ook wel een beetje klaar mee, ja, ja. En, uh, en dat, dat voor heel Nederland was er uh, volgens mij wel een beetje klaar mee. En dan denk ik, jij geniepige boef, <laughs> want jij, hij was er helemaal niet klaar mee. Hij had dit nog twintig jaar gedaan als hij niet had gevoeld dat dit gewoon echt wel voor, voor Nederland klaar was geweest. Ja, en nu doet hij dus alsof hij ja, een beetje meedijnt. Is hij altijd sowieso goed in geweest? Hij heeft met bijna alle uh, partijen in de, in de Tweede Kamer wel samengewerkt en al die partijleiders zeggen... ja, het is niet per se mijn politieke vriend. Maar ja, wel prima met hem samen. Ja, maar dat was toch, bedoel, op een gegeven moment, ja, hij heeft toen bij VI gezeten tijdens de laatste verkiezingen waar ja, hij aan ja. meedeed. Ja. En toen, toen dacht ik echt, uh, deze man is niet meer te breken. Nee. Dit is gewoon, <laughs> dit is hem gewoon. Hij lult iedereen onder tafel. Het maakt niks uit wat je tegen hem zegt. Letterlijk alles glijdt van hem af. Dus is het misschien wel goed dat hij er nu mee op is schouwen Want anders uh, had hij er nog zo twintig jaar gezeten. We ja. had, had het allemaal niks meer uitgemaakt. Ja, ja, ja. ja. Heb jij al naar Wat een Dag gekeken? Zeker, ik heb gekeken, ja. ja. Ik ben dus reuze benieuwd. We hebben het er nog niet over kunnen hebben. Ja. Ik heb bij Boulevard in de show er al wel het een en ander over gezegd. Ja. Wat vind jij daarvan? Ja, ik vind uh, het programma te... Uh... Saai. Ja, te traag. <laughs> ja, te traag. Ik ja. zie ja. heel lang denken. En ja. ik dacht, dit, dit kan alleen maar op saai uh, uitkomen. Ja, ja. Ik had gehoopt uh, dat het wat sneller en flitsender zou gaan en dat er wat meer ruimte zou zijn geweest voor de mensen aan de dus wat minder vragen maar wat meer ruimte voor ja. de verhalen dus dat het echt een combinatie zou zijn geweest van een quiz en een talkshow en het leunt wat mij betreft nu net te veel richting die quiz en ja dan 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 Haak je snel af als kijker, ja. omdat je dan denkt: Ja, pof, een quiz. Ja, dat is wel leuk om te kijken naar een quiz. Maar aan de andere kant zijn ook programma's die nu de actualiteit van de dag bespreken. En die actualiteit mis je dan toch een klein beetje uh, binnen die quiz. Ja. Terwijl het had best wel gekund als je daar leuke mensen uh, neerzet die, uh, die daar iets over willen vertellen. Dus. Ja, ik, denk, ik vraag me af of dat nu nog uh, uh, bijgedraaid zou kunnen worden. Maar dat had ik gehoopt ja. bij, die, uh, bij het programma. En dat, dat mis ik nu wel een beetje. Ja. Ja. Ik, ik denk dat het gewoon nog steeds te redden is. Ja? Ja. Ik vind het ook wel saai. Maar uh, de, de combinatie van, van de quizvragen... met inderdaad het bespreken van de dag. En de, je, zo, je, je moet ervoor zorgen... dat er iemand met enig komisch talent natuurlijk uh, uh, daar aan tafel zit. Ja. Anders dan, ja, dan, dan wordt het al, al vrij snel te saai. Maar dat, ja, dat kan gewoon goed werken... Alleen, je ziet nu dat de, uh, het, het, ze, ze hebben de perfecte samenstelling van de gasten nog niet weten te vinden. En uh, ik zag nu van de week uh, Frits Wester voor de tweede keer. Ja. Terwijl ik eigenlijk bij Frits Wester, van alle mensen die we tot nu toe hebben gezien... het snelst dacht, nee, je bent eigenlijk helemaal geen geschikte gast voor dit programma. Maar wanneer ben je dan wel een geschikte gast? Nou, kijk, Frits Wester, uh, uh, één, uh, we weten dat hij uh, van het nieuws op de hoogte is. Dus uh, hij kan alleen maar verliezen, want als hij iets niet weet, dan denk ik... Dan de, weet dan denk je ja maar Frits Wester kom op zeg ja, jij hoort dit te weten ja. um, en hij zal uh, nooit heel ruim buiten zijn uh, zijn, zijn, zijn ja zijn profes, professie treden zeg maar ja. terwijl je wel hoopt dat mensen die daar zitten een keer wat gek zeggen over een onderwerp waarvan je dacht, eigenlijk dacht dat ze daar niks mee hadden ja. of, en uh, dus ik dacht van nou die die moet ze eigenlijk niet meer terugvragen die zat er als eerste weer en ik zat te denken, ja, je, je hebt gewoon echt een Pieter Derks of een Alex Ploeg, uh, een Peter Pannenkoek, dat soort figuren nodig, ja. van wie je weet, dat ze heel scherp uh, uh, gewoon wat ze nu horen, dat ze daar meteen origineel op kunnen reflecteren en die een bepaalde energie meebrengen, omdat je dan gewoon de, de hele show ophaalt. Ja, en ik zie je ik zie Leonie uh, zoeken van, oké, okay, hoe... Hoe moet ik het aanpakken? Alleen het lastige is natuurlijk ook. Ja, je krijgt nauwelijks de tijd nog om, om die zoektocht te voltooien. Uh, omdat uh, ja en aan de andere kant allemaal programma's zijn die overheen denderen. Dus dat is. Dat is ik, denk dat het heel, ik denk dat het echt heel lastig is. Maar goed, het, ze heeft volgens mij nog uh, de tijd om, uh, om lekker aan te kunnen sleutelen. Je kan elke dat dag tijd proberen ook. beter ja. te maken. En ja ik zou nu ook denken: nu er toch steeds minder mensen naar kijken, dan kan je ook gewoon kijken van nou, wat werkt vandaag, wat werkt nu, wat, en dat je misschien Tuurlijk. aan het einde, misschien de laatste weken, uh, denkt van nou, nu zijn we echt wel tevreden Ja, over maar ja, ik zou ook gewoon uh, tegen Peter Pannenkoek zeggen van als je komt, dan krijg je 2000 euro. Ik denk nee. dat er, geen, talk, er is geen talkshow die dat betaalt. Nee. Uh, maar dat je gewoon, ja, dik gaat betalen. Maar ja, je bent ook werknemer dan, van het programma, dus inderdaad. Ja, waarom ja. niet? Uh, en ik zou, uh, en dat is niet helemaal netjes, uh, uh, omdat, ja, je hebt natuurlijk die QR-code in beeld, dat je je kunt Aanmelden, ja, daar moet gewoon een redactie op gaan zitten die actief uh, mensen gaat benaderen. Waarvan ze denken, nou dat gaat leuke televisie opleveren. Want ja. nu zijn het of mensen dat je denkt, van ja, maar hier heb ik echt niks mee. Of het zijn zielige verhalen. En die zielige verhalen heb je nodig, omdat je gewoon in de mix ja, mensen nodig hebt die de gunfactor hebben. Maar ik wil gewoon dat daar ook een beetje gereld wordt. Ik bedoel, het, het, het studenten, het, het academisch jaar ja, is begonnen. Ja, ja, ik wil ja. gewoon een studentenvereniging die als onderdeel van de ontgroening iets heeft bedacht. Dat dan uitmondt in de, in de show ja. en dat dan Quinty Misijan daar binnen loopt en die gewoon ja dat de hele regie wordt overgenomen en dat je denkt van ja dit is uh, dit is lachen ja, ja, en ja. uiteindelijk het maakt het maakt ook niet zoveel uit want uiteindelijk als het echt misgaat dan kun je gewoon weer terug naar de studio zeg maar en maar dat je gewoon dat er iets is waardoor je een brede grijns krijgt dat niet in heel bedacht is want het kan niet dat heel dat de paar mensen die in heel werken leukere ideeën hebben dan die al die mensen thuis, die gewoon kunnen gaan nadenken van oké, okay, als, als ik de kans zou hebben om een televisieprogramma te verstoren, wat zou ik dan gaan doen? Ja, nou, daar zijn er een heleboel behoef, behoef, behoef te vinden, denk ik. Van dat dat soort denk meten. ik ook. Ja, ja. Ja. Nou, wie weet, wie weet. Het uh, loopt nog een paar weken, dus uh, we gaan het afwachten. De mediawereld ontrafelt. We hebben een vraag binnengekregen van Ingrid over Een Vandaag. Het viel haar namelijk op dat journalist Sandra Tsas nu de docu-serie De Taxioorlog heeft gemaakt voor Poont. Eerder ging ook Gijs Rademaker daar weg. Hij is nu natuurlijk te zien bij RTL. En de vraag is: waarom kunnen ze bij Een Vandaag hun talenten niet vasthouden? Ja, dat vind ik dus wel een goede vraag. Ja. En uh, die twee namen die ze noemt, dat zijn ook niet de enige. Oh, ja? uh, want Gijs Rademaken, die is nu daar natuurlijk echt weg. Uh, maar die heeft in ja, volgens mij wel drie jaar, als het niet langer is, de hele tijd in de RTL talkshows gezeten. Ik kwam pas na nou een paar jaar later achter dat hij bij ja. werkt <laughs> ja Ik dacht dat hij gewoon bij RTL al zat. Het... <laughs> ja, precies. ja. Dus R ja, RTL heeft hem gewoon gratis kunnen, kunnen gebruiken. Ja. En op een gegeven moment werd het te gek en hebben ze hem toch maar een contract aangeboden. Maar uh, Joost Vullings is een beetje hetzelfde. Mee ja, aan de hand ja. die, die heeft natuurlijk ook veel bij de wereldrijd doorgezeten. Nou, voor de meeste mensen, dan is vanuit nou, het is allemaal publieke omroep, dus uh, waar maak je druk om? Maar ja, dat is een andere omroep BN ervaren, maar hij zat ook veel bij, uh, bij de RTL-talkshow, ja, zeker. En, uh, en dan heb je dus Sa Sandra Tsas en Tom van het Einde, die wil ik daar ook in noemen, want dat is ook zo iemand die je eigenlijk vooral kent van de RTL-talkshows, terwijl die gewoon voor één vandaag werkt. Maar die is uh, goed bevriend met Renze, toch geloof ik. Zit die is heel goed, groep. precies. Je ziet hem de, de, de hele tijd op elkaar stories op Instagram voorbij komen. Ja. Hij is ook close met Eva Jinek. Dus ik ga er wel van uit dat nu Eva Jinek naar Avotros is gegaan dat Tom van, de, van het einde ook in die talkshow te zien zal zijn. En een vandaag is ook van Avotros. Dus dan zit hij weer wel bij dezelfde uh, omroep, mm -hmm. maar meer vanwege toeval dat EVJ-nek daar ook terecht is gekomen, dan dat dat echt beleid is. En ja, ik heb daar even over zitten nadenken. Ja, hoe kan dat? Ja, ik denk dat het uh, enerzijds gewoon te maken heeft met uh, je talent laten zien op zoveel mogelijk plekken. Gewoon het idee van, nou, wij zijn één vandaag, uh, wij hebben alleen die, uh, wat is het, 40 minuten per dag om, uh, om, om ons te laten zien. We, we hebben een eigen publiek, een trouw publiek, maar we willen ook buiten ons eigen programma laten zien hoe goed we zijn. Ja. Ja. Met het idee dat dan misschien wel mensen naar een vandaag gaan, uh, gaan kijken. En die snap ik. Ik denk niet dat het echt zo werkt. Nee, want het is niet als een vlaggetje op een rug hebben waarop staat. Uh, ik werk ook voor een vandaag gaan nee, kijken. Nee, dat, die nee, weet nee. dat niet meteen natuurlijk. Nee. En, uh, maar bijvoorbeeld bij die, die serie die Sandra het Zas nu gaat maken. Heb jij toevallig die podcast. de nee, ik taxioorlog heb niet gehoord. van BNR? Hè? Ja, van BNR. Maar die heeft hij dus ook al niet bij Tros gemaakt. Terwijl die natuurlijk ook gewoon eigen podcast hebben. Um, bij BNR is hij hem gaan maken. Die podcast die is overladen met complimenten. Heeft prijzen gewonnen. Echt fascinerende ja, inblik van die gigantisch grimmige uh, taxioorlog. En nu gaat dus de publieke omroep er alsnog een serie van maken. En welke omroep doet dat? Poont. Niet Avotros. Niet Avotros. Dat is toch raar? Ja, dat is wel gek, ja. Misschien denken wij heel ouderwets en is uh, dat wat wij doen, namelijk gewoon bij één zender in één programma werken. Uh, nou ja, ik dan van. Jij bent ook wel bij andere dingen. Oh, ja, 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 precies. Ja, ja. Ja. Maar dan misschien ben ik wel gewoon heel traditioneel en is de rest veel moderner daarin. En is dat hoe het gaat worden, namelijk dat je gewoon wel op één plekje thuisbasis hebt, maar dat je ook lekker uitdwarrelt naar andere ja. plekken. Dat kan natuurlijk ook. Ja, maar ik zie er geen consistente lijn in. Want, uh, want bijvoorbeeld uh, Morat El Wakili, onze collega, die mocht indrukken op de radio. Op het moment dat hij bij ons in de weekenden uh, achter de desk ging staan als presentator. Ja, dus elke omroep heeft een beetje zijn eigen beleid daarvoor. Maar dat is natuurlijk wel raar als je bij de publieke omroep werkt en dan elke omroep denkt daar weer anders over. Ja, je zou eigenlijk, als, zeker ook... Omdat, omdat er wel beleid is over, over de verdiensten van, uh, van, van prestatoren. Dat, dat is allemaal ja. voor, voor iedereen het, het, hetzelfde, zeg maar, wat je mag verdienen... zou je zeggen dat je ook uh, met z'n allen afspraken maakt... over hoe je je talenten op, uh, op andere plekken inzet. Nou ja, er zijn wel meer afspraken inderdaad... ook over het aannemen van giften en dergelijke. Ja, dat, ja. Dat, dat, dat zijn dezelfde regels voor alle omroepen. Ja. En dit is dan weer anders, inderdaad. Ja. Overigens in het geval van Rutger Kastricum, die krijgt dus 15. 100 euro per optreden bij vandaag een site in Sight en de Oranje Zomer. Nou, volgens mij haalt hij de 70 uitzendingen per jaar wel, en hij verdient twee ton bij de publieke omroep. Ja. Dus daar komt gewoon, nou ja, meer dan de helft je, ja. van wat hij bij de publieke omroep verdient, komt er nog bij. En in de tussentijd schreeuwt alles van ja. Ik wil het liefst vandaag nog weg bij de publieke omhoog. Dus echt gewoon met een fietsen met zijwieltjes en zwembandjes op. Omdat hij niet durft om echt afscheid te nee, nemen. Nee, nee, dat is, het, dat is het. Hij denkt van als ik, als ik het opzeg, dan raak je die, die, die plek misschien kwijt. En hij wordt nu natuurlijk ingehuurd vanuit Poont. En dan ineens ja. is hij zelf Rutger. Ja, ja dan, dan ik kan ik me voorstellen dat het lastig is om daar afscheid van te nemen. Maar, maar denk je echt dat, dat uh, Helen Hendricks hem niet meer wil als hij niet meer bij Poont zit? Nou. Uh, onderdeel van zijn zijn daar al in het programma is dat hij onderdeel is van het publieke omroep. Dat, dat is, heeft meer waarde voor de ja, oranje zomer, ja, omdat ja. ze hem daar naar kunnen vragen. En, en hij zit daarin. En dat, het is een beetje alsof ze bij Helene Hendricks iemand van de publieke omroep aan tafel zitten. Ja. Terwijl als hij daar niet meer werkt, valt dat weg. Dan is er ineens gewoon Rutger die toch al bij ons werkt, ja. uh, bij oranje zomer. En dat is een andre, dus dan, dan is hij nog steeds wel interessant om in dat programma. Maar wel op een andere manier. En dan moet hij ja. zichzelf toch een beetje uit gaan vinden. Ja. Weer. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ik denk wel dat uh, Dominique Wees hem geen groter plezier kan doen dan gewoon de band doorknippen. En natuurlijk is dat gigantisch spannend voor Rutger. Ja. Maar volgens mij is zijn vrouw medisch specialist of zo. Die hoeven echt niet onder een brug te gaan slapen. En uh, dan zegt hij over tien jaar uh, hoe heerlijk het uh, uiteindelijk ja. is dat hij lekker op eigen benen staat. Neem de stap, Rutger. Neem de stap. <laughs> nou, een beetje lang antwoord, Ingrid. Ik hoop dat het jouw vraag heeft beantwoord. En heb jij nou ook een vraag, dan kun je die natuurlijk sturen naar Boulevard at En dat kan ook uh, via uh, Spotify op de pagina. En dan oh, klik ja. je wat door kan dit dan, seizoen nog gewoon? Het is fantastisch. Techniek staat voor niets. En dan gaan wij aan de slag om jouw vraag te ontrafelen. Nou, de zomer is bijna voorbij. Het nieuwe tv-seizoen is begonnen. Slash staat voor de deur. Hè? Een aantal programma's zijn al begonnen, andere gaan, gaan bijna beginnen. Um, laten we het even gaan doornemen en beginnen bij Barlaat. Ja. Ik zag uh, Albert Verlinde bij uh, VI dat programma helemaal uh, slopen. Ja inhoudelijk, hè? Naar, ja, inhoudelijk. Ja, inhoudelijk. Ja. Ja. Vond ik, ik was het niet met hem eens. Ik dacht, nou, dat ben ik, ik vind het geen uh, rommeltje. En weet ik, wat, ik vind het eigenlijk wel lekker wegkijken. Tot nu toe, hè, die paar afleveringen die we hebben gezien. Ja, ja ik uh, ben ik het met hem eens. Ja, ik vond het geen rommeltje. Uh, het was gewoon wat sneller. En ze hadden, ze hadden uh, iemand, dus de Ruben Brekelmans, de minister van Defensie, zat er. En die zat ja, op in ieder geval twee plekken, misschien wel drie plekken in het programma. Ja. Dat hij moest reageren op vragen. Vind ik eigenlijk prettiger dan dat je een, heer, een kwartier naar hem zit te kijken. Ja. Ik denk ook dat dit de hand van Jeroen Pauw is. Want die heeft natuurlijk ook die minuutanalyse's bekeken. Ja. En die weet, je zet een minister met een das neer. En dan loopt gewoon zo tjuu, langzaam het ballonnetje leeg. Dus je zorgt ervoor dat het niet te lang duurt. Dat mensen het nog aankomen kunnen. En in de tussentijd ga je lekker over Oasis praten of zo. Dus ja. ik denk dat dat slim was. Dat mensen daar makkelijk aan kunnen wennen. Ik had wel het idee dat uh, Thomas Erdbrink daar neergezet was. Echt met het idee, varen idee. We gaan even die rechtse zakhooi uh, van de VVD slopen. Ja. En Sofie Hilbrand, die heeft er of de kennis niet voor, of die durfde. Het. Die ging even lekker met de handen over elkaar zitten. Ja, precies. Ja, ja. Ik ja. denk dat zij gewoon even naar de wc is gegaan, want die <laughs> hebben we minutenlang niet gezien. Terwijl Thomas Erdbrink de, de minister aan het aanvallen was. Ja, ik zit nu te denken. Zou hij de nu een programma de undercover presentator aan het maken zijn? <laughs> dat we er over een jaar achter komen dat hij stiekem allemaal programma's heeft gepresenteerd. Ja, dat hij gewoon en op hij... maandag altijd dat programma presenteert. Ja, ja, hiding in plain sight. Ja, nou ja, we moeten de, de woordanalyse gaan doen. Kijken wie er meer heeft gesproken <laughs> ja. of Thomas of Sofie. Ja, dan weten we wie de presentator ja. was. Maar toch, als ik het aanzet. Um... Word ik dus veel sneller... Dat is puur alleen maar op beeld. Heel, uh, veel sneller denk ik van... Oh, dit vind ik leuk om even naar te kijken. Ja. Het ziet er veel gezelliger uit. Op één uh, is, echt, is echt een verschil met op één. Totaal. Um, en, en daardoor krijg je heel snel het idee... Oké, okay, dat Oasis gesprek dat kan daar dus ook worden gevoerd. En dat had je natuurlijk voorheen bij op één zou het nooit over Oasis zijn Thijs van de brink over Oasis ja dat was het dat was echt raar terwijl nu matcht het heel <laughs> ja. erg dus, dus uh, nou ik was eigenlijk wel enthousiast ja. erover ja. nou ja ik, uh, ik durf bijna niet te zeggen maar ik ook nou, ja. en het, is, ja, het is niet heel spannend allemaal maar Sophie en Jeroen ging eigenlijk al best wel prima bij de NPR moet je gewoon een talkshow maken waarin je de dag bespreekt veel ingewikkelder dan dat wordt het ook niet nee. en Varen is een beetje links dus volgens mij doen ze wat je van mag... Van ze mag verwachten, zit er genoeg frisheid in uh, om inderdaad gewoon goed af te steken tegen, tegenover op één? Dus uh, ja, ik ga ervan uit dat dit gewoon gaat werken en dat dit gewoon naar die 700.000 kijkers uh, weer ter, terug gaat, die je van de late talkshow van, uh, van de NPO mag verwachten. Ja, en dan komt daar aan de andere kant uh, natuurlijk de rense umberto Bo. Uh, combo ja. wat een beetje dezelfde vibe heeft vind ik qua look zeker en, ja precies ja. zeker rensen uh, en natuurlijk vi wat daar nog steeds zit en nog steeds de best bekeken talkshow van uh, nederland is ja dat daalt niet die cijfers maar toch heb je soms het idee van zijn zij zichzelf niet een klein beetje aan het herhalen en 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 dan kan ik me voorstellen dat je als late avond talkshow maken denkt van nou het is nog niet een verloren strijd ja, met VI. Ja. Het, het, het kan nog dat wij ze nog in gaan halen. Ja, dus je ziet aan die mannen dat ze uh, veel meer moeite moeten doen om hetzelfde resultaat uh, te boeken. Het ging altijd zo. Ja, het was allemaal zo lekker vanzelfsprekend. Er waren wat dingetjes gebeurd waarvan je ja, uh, gewoon kon uittekenen dat ze daar s'avonds over zouden gaan hebben. En natuurlijk wist je wel een beetje uh, wat, wat Johan Derks erover ging zeggen. Maar je wist nooit wat voor ergernis dat bij Wilfred en René zou nee. losmaken. Dus het, het, er gebeurde altijd wel wat. En nee, we hebben het René letterlijk horen zeggen. Nou ja zien zeggen dan in de, in de Telegraaf: dat hij zich groen en geel ergert aan dingen die voor de 400ste keer besproken worden. Ik haat dat van mezelf, moet ik zeggen. Ook als ik denk van ja, dit hebben we toch al 100 keer gezegd. Ja. Dan denk ik van ja, laten we proberen om een andere invalshoek te vinden. En René wil dat wel. Johan, die vindt het prima om voor de 400ste keer hetzelfde verhaal over de wolf af te steken. Ja. En je ziet gewoon René dan denken, oké, okay, ik ga even mijn bek houden. Ik heb hier helemaal geen zin ja, maar in. Dat is toch, ik begrijp het ook wel, want het is, het is, het is, een, het is een ontzettend leuke anekdote om na te luisteren. Dat, dat hele wolvenverhaal, daar ja. gaat hij weer. Maar toch uh, sluimt er een vorm van sleetsheid daarover ja. het programma. Ja. En dat is nog niet ontstaan. Maar dat kan wel zomaar gebeuren als er aan de andere kant van de televisie uh, ineens hele spannende dingen gaan gebeuren. Ja. En daar, nou, daar worden nieuwe dingen gemaakt. Bij RTL zijn ze waarschijnlijk ook alweer over nadenken: van hoe gaan we het nieuwe seizoen aanpakken? Ja, het gevaar ligt natuurlijk op de loer dat jij ineens de oudgediende bent waar mensen over, waar, waar mensen tegen willen gaan strijden. Ja, ja. En dat is natuurlijk. Zij waren altijd uh, de, ja, met hun uh, respectievelijk toch wat oudere leeftijd, toch nog de jonge honden ja, die die precies. andere talkshows ja. wel eens even de les gingen lezen. Ja, le waar le mensen ook naar gingen kijken, omdat het dan misschien niet hun politieke kleur is, maar omdat ze gewoon nieuwsgierig waren. Ja. En ik denk dat je nieuwsgierige kijkers nu wel langzaam aan. Aan het raken bent en, uh, en dan, dan hou je alleen je Die Hard fans over en dat is nog steeds een hele mooie uh, doelgroep. Zeker. Maar dat zijn wel wat oudere kijkers, dus commercieel is dat voor de, voor de zender wat, uh, wat minder interessant. Ja. Maandag gaat Eva Jinek beginnen. Die heeft een, uh, een avocado-tafel, zeg ja. jij. Ja. Vindt ook een beetje spiegel ei? Ja. Ik vind het wel leuk. Ik vind het wel interessant, zo'n zo'n zo tafel. Ik zag een filmpje waarin er ook wat muziek werd getoond. Volgens mij was het Rondé die aan het optreden was. was al ongetwijfeld bij een pilot uitzending zijn, uh, gemaakt. En uh, dan zie je Eva dan in, ja, in het midden van die tafel ja. zitten. En uh, ja, het ziet, het ziet er heel anders uit dan wat we gewend zijn. Wel interessant. Ja, het is niet helemaal nieuw, want het is in, uh, in, in Frankrijk uh, zit, zit die, eigenlijk die tafel ook al in een, in een programma. Dus uh, ik, ik was eventjes bang dat ze iets nieuws hadden bedacht en toen met een kansloos projectje ging start het is dus gelukkig al wel getest uh, maar ja alsnog uh, ja wel spannend en wat interessant is ik heb dus iets gehoord over die tafel wat we nog niet weten namelijk die vorm is dus bijzonder ja maar hij kan ook omhoog hoe doe je omhoog hij kan omhoog Waar naartoe nou gewoon dat ze dat ze dat dat je dat dat ding zo langs dat zij langzaamaan verdwijnt onder die tafel Hè? En oh. dat ze moet gaan staan om er weer bovenuit te komen. Maar waarom? Uh, waarom? Waarom? ja wat ik me Waarom? daarover heb laten vertellen is dat, uh, uh, dat ze het staan uh, wat urgenter vinden dus als er hele belangrijke dingen gebeuren dat zij dan <totstukten> die tafel omhoog kan doen en dan gaan ze waar? staan ja dat, dat, dat zo is mij verteld ja, en ik, ik bedoel schrijf Boulevard er is geen urgenter programma in de wereld nee, nee zeker niet. wij staan ook ja nee dat, dat voelt dat is ook wel de, als wij shownieuws daar zitten ze ja, je voelt het ja, ja. verschil het is ja, gewoon 300.000 kijkers minimaal minimaal je moet altijd Gaan staan. Nee, ik ben heel erg pro-staan. Ja. Alleen het, 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 het moment dat Even Jinik gaat beslissen: jongens, dit is belangrijk nieuws. Klik. Ja. Tafeltje omhoog. Ja. Daar wil ik er eigenlijk wel live bij zijn. Ik hoop ook dat ze daar een tune voor hebben ontwikkeld. <laughs> ja, Toch? Ja, precies. Ja. Wauw. Ja. Zou zij zelf die knop hebben of heeft uh, iemand de knop? Ja, zij is wel iemand van de control. Hè? Dus... En gaan we dat dan ook zien in het programma of gaan ze gewoon voorafgaand zeggen: jongens, dit is een hele belangrijke uitzending? We gaan staan. Ik zou teleurgesteld zijn als ze dan de hele uitzending staan doen. Ik vind, ja. je moet meebewegen met het nieuws. Tijdens ja, het... de muziek zitten. Ja, maar gaat het over... De val van het kabinet staan. Ja, precies. Oh, wauw. Ja, nou ja, wel leuk. Ja, ja toch? Ja, ja. Dat, 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 bij Nieuwsuur hebben ze natuurlijk ook op een gegeven moment dingen gehad die bewegen in de uitzending. Met die schermen die dan omhoog ja, gingen. Ja. ja, dat was ook een moment altijd. Als je dan keek naar Nieuwsuur en dan, gingen, dan draaide Marielle Tweebeke zich om. En dan ging zo'n scherm op het nee ja. omhoog. En dan dacht je echt, nou, ik zit echt... Echt in de toekomst zit ik hier. Dus dat vond ik wel, uh, wel leuk. Ja. Nu, nu, kijk je nog wel eens naar Nieuwsuur? Heel weinig. Ze hebben daar een beetje vreemde belichting. Heb ik het idee. Ik heb daar geen verstand van. Maar iedereen is daar uh, onder de ogen super wit. Qua belichting. En het voorhoofd ook. Maar de wangen zijn dan heel rood. Ja, dat klinkt nu net alsof je oh. een soort clown beschrijft. Dat ja. is ook weer niet zo. Maar ja, ik heb het al eens vaker gehad over de studio van NOS Journaal. Ja. Die ik dan een ja. beetje rommelig vind. Waar je dan heel veel afgerafelde dingetjes zie ik vind ook nieuwsuur mag ook wel een kleine update mm, gebruiken ja. qua uh... Dat is Van ook een beetje gênant, want die kijkers die hebben natuurlijk ook geen computer, dus die kunnen niet even een mailtje sturen. Nee. dat er iets misgaat met het licht. Nee, dan moet weer een briefkaart worden gestuurd. Ja. En zo ja, worden die nog wel geopend? Komt dat überhaupt nog wel aan? Daar op de postgedachte? Nou ja, is. bij de NOS denken ze daar zit weer mild vuur in. Dus die, <laughs> die kaart hier, die openen we niet. Maar dat is gewoon een lieve, lieve kijker die dacht: ik ga ze even helpen met hun foutje met het licht. Ja, nou ja, goed. Maar dat is natuurlijk wel zo'n zo zo studio, wat natuurlijk uh, op een gegeven moment bedacht maar, ja, en uitgevoerd. Maar, dan, dan moet je nog wel blijven nadenken, natuurlijk. Over de kijken van uh, ja. uh, heeft die nou nog wel, nog wel wat aan? Ja. En uh, nou ja, het viel mij op in ieder geval. Dat ga ja. nou misschien moeten even naar weer koeken, eens kijken. Even een koploer. Ja. ja, ik haal mijn informatie allemaal uit vandaag in site, zoals je weet. Ja, dat snap ik, ja, dat begrijp ik. <laughs> <Nee>. <laughs> Goed, dat was hem Rob. Nummer 81 was dit qua podcast. Ik dacht 80. Waarom dacht je dat? Nou, omdat wij 79 hebben opgenomen en toen hebben we de alibi special gedaan. Oh, die tellen ja. we niet mee? Nee, ja, wat mij betreft niet. Dan is het nummer 80. Ja, toch? Ja, ja. wordt even bijgeschreven. De administratie <laughs> wordt bijgehouden. Dit is nummer 80. Nou, <laughs> zie iedereen weer bij. Vond goed. je het leuk om terug te zijn? Heel ja, leuk. Toch? Ja, we zijn ook gierend uitgelopen. <laughs> <laughs> ja. Nee, het was heel leuk. Lekker kletsen weer eventjes. Hartstikke goed. En we zijn ook weer helemaal op YouTube te zien, hè? Wist je dat? Vind ik heel leuk. Ja, ja daar ja. heb ik ook veel vragen over gekregen. Want we zijn in het begin van de podcast wel te zien geweest en uh, op YouTube en op de, op de RTL Boulevard site. Ja. En uh, toen, toen is is Dat gestopt, waren er alleen nog fragmentjes. Ik uh, er ken een hoop mensen die erg blij gaan zijn dat we weer uh, met video terug zijn. Ik ga dat thuis gewoon lekker aanzetten op televisie hoor, dan lekker kijken met mijn kinderen. Ja, <laughs> ik snap je helemaal. Ja. Nou goed, uh, bedankt voor het luisteren of en kijken. kijken. Dat kan natuurlijk ook. <laughs> Vergeet niet te abonneren op je favoriete app en klik dan op de Abonneerbutton op YouTube, want dan kun je het namelijk ook elke week gewoon gaan bekijken. Tot volgende week.